Dag. Goedemiddag. Jij was ten tijde van dat laatste concert nog niet eens geboren, hè? Nee, dat klopt. Ik was een jaar, wat jaartjes later. Ja, wat weet je ervan? Nou ja, ik heb natuurlijk wel beelden teruggezien. En toen ik mij dus wat meer bezig hield met de muziek van Elvis... toen kwam ik natuurlijk ook die beelden te zien... dat Elvis voor het laatst het podium betrad. En dat was best wel... hoe moet ik dat zeggen, een beetje pijnlijk ook. Mm. Ik bedoel, hij zag er natuurlijk wat... Hij was wat dik. Hij was dik geworden. Hij was wat opgezwollen in zijn gezicht. En ook door medicatie. En zoals heel veel zeiden... Hij zag er niet op zijn best uit. Ja. Ja, en als je dan al die andere beelden heerst hebt gezien van Elvis... dat hij gewoon als een knappe man op het podium staat... en dan doet het toch wel even een beetje pijn, zeg maar. Jij zegt van, je hebt wel wat beelden ervan gezien. Want hoe was hij nog wel bij stem eigenlijk op dat moment, of... Nou, dat is dus het opmerkelijke. Hij was zelfs heel goed bij stem. Ja, ja. En het concert wat hij daar gegeven heeft... was ook weer totaal anders dan dat je die jaren ervoor gezien hebt, zeg maar. Hij zong liedjes als Hurt en You Gave Me a Mountain. En het waren allemaal liedjes waarbij hij gewoon heel groots uithaalde. Met een groot orkest. En het leek zelfs soms opera. En natuurlijk het bekende liedje wat hij op de piano speelde, Unchained Melody. Ja, want kijk, ik zei dat aan het begin. Hij wist zelf ook niet dat dat zijn laatste concert zou zijn. Want 7 weken na dit concert in Indianapolis is hij overleden. 16 augustus 1977. Ja, dat klopt. Dat is natuurlijk ook wel heel, heel treurig natuurlijk. Als je daar staat en je geeft daar zo'n fantastisch concert... met alle pijn die hij toen al had. Want hij was natuurlijk aan zware medicatie. Wat altijd als drugs omschreven wordt, maar... Hij kreeg het voorgeschreven van zijn dokter. En het was natuurlijk ook wel drugs. Maar het was wel medicatie waar hij gewoon echt op kon leven. Om het zo maar te zeggen. En ja, als je dan niet weet dat je je laatste concert geeft. En hoe die het ook gaf. Dat concert was echt wel een van de beste concerten die ze de laatste tijden van hem hadden gezien, zeg maar. Het grappige is, want bij de voorbereiding, toen hadden we het hier zo'n beetje over. En nou ja, ik ben van 1964, dus laten we zeggen in de jaren 70. En toen Elvis overleden, weet dat mijn vader mij wakker maakte. Nou, Elvis is overleden, weet je wel. Dus ik heb dat wel bewust meegemaakt. Maar in mijn beleving was dat concert op Hawaii zijn laatste concert. Want dat maakte in ieder geval heel veel indruk. Maar we gingen dat even nazoeken en dat was al in 1973. Ja, dat klopt. Het was The Love from Hawaii. Ja. En het was ook tevens het eerste concert dat een wereldwijd publiek op tv kon gaan kijken. Ja. Want het was via satelliet toen. En dat was echt wel een fantastisch concert. En waar hij er ook echt heel goed uitzag. En de meeste mensen herinneren liefste Elvis op die manier, denk ik. Zeg, wanneer werd jij door dat Elvis-virus besmet? Ja, zo moet je het eigenlijk zeggen. Ik ben eigenlijk nooit iemand geweest die echt een groot Elvis-fan was in het begin. En toen ik begon te zingen, toen vergeleken mensen mijn stem met Elvis. En daardoor ben ik ook meer naar de muziek van Elvis gaan luisteren. Ja, en als je dan op een gegeven moment gaat luisteren, je gaat cd's kopen, dan het is echt ongelooflijk hoe die man en wat voor... hoeveel stijlen, soorten muziek die man heeft aangeraakt. Dat was echt country, blues, soul... gospel, rock and roll natuurlijk, rockabilly. Je kunt het daar eens niet opnoemen of hij heeft het wel aangeraakt. En hij was natuurlijk wel een van de grondleggers van de pop, van de hedendaagse pop, om het zo maar te zeggen. En ja, je komt het ene mooie liedje na het andere mooie liedje kwam ik tegen. En toen kreeg ik steeds meer respect voor Elvis. En ik ben wel iemand die niet echt een soort fan is die allemaal poses heeft of dingen of attributen, noem het maar op. Nee. Ik ben echt iemand die van de muziek houdt en bij Elvis valt niet te ontkennen dat hij gewoon een hele goede muzikant en een hele goede zanger was. En jij benadrukt ook steeds, ik ben geen Elvis-imitator. Ik ga er niet in zo'n groot pak staan wat hij altijd deed. Maar ja, dat mijn stem toevallig op die van hem lijkt, ja, daar kan ik ook niet zoveel aan doen. Je bent wel in Memphis geweest en ook in contact gekomen met mensen die heel dicht bij hem hebben gestaan. Ja, dat klopt. Toen ik natuurlijk meer Elvis ging zingen en ook het programma Waar is Elvis won in 2009 op RTL4... Toen ging ik samenwerken met Elvis Mattis. En via hen ben ik ook voor de eerste keer kreeg ik Graceland te zien en Memphis. En via hen kwam ik ook in contact met heel veel vrienden van Elvis, zoals Jerry Schilling. Maar ook zijn laatste verloofde, Ginger Alden. Die hem ook heeft gevonden, hè, in de badkamer. Ja, zij heeft hem gevonden. Ze wilde er liever niet over praten. Maar op een gegeven moment ontkom je daar toch niet aan. Want dat is toch bij haar wel een gesprek die iedereen voert met haar. En
ik heb zelfs een hele mooie special mogen maken op SBS6 samen met Rob Kemps. En ook in dat in die special vertelt ze daarover. Ja. En nog steeds met de ontroering waarover ze over, hoe ze over Elvis verpraat. En met zoveel respect, weet je wel. Ja, dat deed me toch wel heel goed. En het is ongelooflijk. Ik ben een paar keer daar op dat Graceland geweest. Ongelooflijk hoeveel mensen daar nog gewoon naartoe gaan. Ook jongeren die ja, die hele Elvis van het begin af aan die hebben meegekregen. Maar ja, ook vaak door hun ouders of opa's en oma's zijn beïnvloed. Jij hebt daar ook een paar keer mogen optreden. Want tijdens zijn sterfdag wordt dan altijd wordt daar ook een groot evenement georganiseerd. Hoe was dat? Als je daar zelf staat te zingen met die stem van jou? En... Dat is best wel heel speciaal. Want je wilt toch ook wel de reactie zien van de Amerikanen. En ja, er lopen daar natuurlijk heel veel van die imitators rond die in pakken lopen. En met alle respect natuurlijk. Want iedereen moet gewoon doen wat hij zelf leuk vindt. Ja. Maar ik was natuurlijk een van de... eigenlijk als enigste stond ik daar in mijn eigen pak. Met mijn baard en noem het maar op. Dus ik bedoel, dat leek totaal niet op Elvis. Maar je zag toch wel even mensen verbazend kijken. Vrek, hij is terug. Ja, op het moment, nou ja, op het moment dat ik mijn mond opentrok. Nou ja, weet je, kijk, Elvis is natuurlijk wel iemand... Heel veel mensen vinden natuurlijk mijn stem op Elvis lijken. Maar ik wil mezelf natuurlijk totaal niet met Elvis vergelijken. Elvis was natuurlijk wel heel uniek. Dat stemgeluid dat hij had, dat was gewoon heel uniek. En als mensen dat erop vinden lijken, is het een groot compliment. Ja. Dat moet ik eerlijk zeggen. Ja. Maar ja, het is nog steeds de artist of the century van de vorige eeuw. En dat kan ik natuurlijk met alle respect begrijpen. Hij was gewoon zo uniek. Ja, snap ik. Je bent lekker bezig, Bouke. Want nou ja, we hebben je pas nog een keer bij Max gezien. Heb je binnenkort nog iets staan waar we allemaal naartoe moeten? Misschien festivals of zo? Ja, er zijn heel veel festivals die deze zomer waar we naartoe gaan. En waar we gaan optreden. We hebben net een theatertour afgerond. Volgend jaar is er weer een nieuwe theatertour aangekondigd. En er zijn ook al heel wat van uitverkocht alweer. Dus okay. Dat is echt fantastisch. En we hebben natuurlijk in 2025 staat het Ziggo Dome weer gepland. Kijk aan. En dat wordt een hele mooie show. Het heet de Viva Las Vegas Show. En ja, daar gaan we natuurlijk ook weer de King of Rock and Roll eren. Ja. Dankjewel, Bouke. Veel succes met alles wat je doet. Ja, we spraken over niet zo'n mooie aanleiding. Want, en hij wist het zelf niet, Elvis. Zijn laatste concert dus daar in die arena in Indianapolis. En ja, we hebben het al heel vaak over die stem van Bouke gehad. Ja, u kent hem ongetwijfeld ook wel. Maar we draaien toch nog een keer een liedje van hem dan. Om dan ja, toch eens te luisteren of dat er dan echt zo is. Hier is Bouke dus met Fire Down Below.